Ze zijn een gevaarlijke outsider straks in Vancouver. Ze werden namelijk al een keer tweede op een wereldbekerwedstrijd. Onze viermans Bob. Nederland kan dus bobsleeën. Een sporter van bondscoach Tom de la Hunt die zegt... je moet de snelheid van een renpaard hebben, de kracht van een trekpaard... en het verstand van een hobbelpaard. Bij ons aan tafel Edwin van Kalk, Tim Tiebeck, Sibrien Jansma en Arno Klaassen. Dat geldt trouwens alleen voor de remmers, hè? Dat geldt alleen voor de remmers. Meteen het verschil gemaakt. Jij bent piloot. Jij doet tenminste nog iets in dat ding. En deze heren duwen hem aan en gaan dan gebogen... naar hun kruis zitten te kijken eigenlijk. Wat doe je? Het duurt ongeveer een minuut. Dan is het gepiept. Ja. Nee, straks de vraag over het kruis. Denk er maar even over na. Eerst kijken die geweldige prestatie in Koenigsee was het. Werden jullie tweede. Ja, geweldige prestatie. En het scheelt eigenlijk maar 700ste. Waar hebben we het over, jongens? Waar zit hem dat nou in? Want als hij glijdt hij, stel ik me voor. Dus het is de start. Nou ja, eigenlijk moet alles kloppen. We hebben in bobsleeën te maken met de start, het sturen en het materiaal. En ja, 700ste kan overal in zitten. Gemiddeld genomen 100ste bij de start betekent 300ste sneller beneden zijn. Dus ja, het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En voor een topresultaat moet gewoon echt alles kloppen. Ja, jij bent piloot. Dus met andere woorden, jij loopt vooraan, duikt erin als eerste en hebt dan het stuurtje in je handen. De andere drie duwen ook hard aan. Ja. Jullie zijn allemaal topatleten. Jij hebt zelfs heel hoog in de nationale estafetteploeg zat je nog. Klopt. Ja, absoluut. Dus jullie rennen als... En dan is het zitten geblazen en dan is het naar je kruis kijken. Ja. Jullie ja. kijken niet eens mee, hè? Nee, maar jullie kijken niet mee. We kijken naar elkaars rug, dus ik zit... Want jullie zitten gebogen vanwege de aerodynamica? Precies, je moet zo ver mogelijk in je slee trekken en dan... je gaat wel mee met de hele baan, dus je bent wel bezig met... zo meteen komt een bocht naar links, dus dan zet ik mijn schrap. Maar er gebeurt genoeg onderweg, zeg maar. Het is niet zo dat wij gewoon... Plagen, maar er gebeurt genoeg onderweg. Want het is de sport zoals het gespeeld moet worden. Maar na die 40 meter rennen zit je ook op de mop. Hoor je, want je ziet niks. Nee, hoor je dat er soms een stuurfoutje in zit en loop je dan te vloeken? Je voelt het meer. Wat voel je dan? Ja, als je een kantje raakt of zo. Of als je begint te schuin gaat. Of je begint te glijden. Ja, dat voel je natuurlijk. Ja. Dus dan wordt er wel een vloek achterin. Ja. Dat kun je niet horen van elkaar. Zoveel we zeggen niets onderweg. We houden het wel stil. Want anders dan, als hij allemaal dingen onderweg hoort, dan gaat het... Wordt er niet beter van. Wordt er niet beter. Jongens, Vancouver, jullie kennen die baan dus op je duimpje, mag ik hopen? Inmiddels wel, ja. Het zal ook moeten. Want we hebben eigenlijk geen echte trainingsweken meer. Dus we moeten er eigenlijk al klaar voor zijn. Maar jullie hebben vandaag toch wel getraind, hoop ik, of niet? Ik heb vandaag een rustdag gehad. Wat de andere jongens hebben gedaan, weet ik eigenlijk niet. Een rustdag? Ja, relatief een rustdag. Ik lees in de krant, jullie zijn medaillekandidaat. Dan ben je dus elke dag uiteraard in training. Vroeg naar bed, niet drinken. Rust is ook belangrijk. Ik weet het niet. We hebben de langste tour gedraaid, 8 World Cup wedstrijden gehad. En nu zijn we eigenlijk, hebben we een paar dagen in rust. En straks gaan we naar San Diego om een goed warm weertrainingskampje te draaien. Een goed warm weertrainingskampje? Negen dagen zitten we in San Diego, gewoon hard trainen. En eigenlijk proberen als goed genoeg voor te bereiden. Maar dan ga je sleeën in warm weer? Dat fysieke gedeelte. Dat is alleen pure training. Ja. Wie is de te kloppen ploeg? Wie is de beste eigenlijk? Nou, in mijn ogen zijn er eigenlijk in beide disciplines twee kanshebbers voor goud. Dat is de Duitser André Lange, ook de regerend Olympisch kampioen. Ja. En Steven Holcomb, een Amerikaan, die maakt voor mij ook een erg goede kans op een medaille. En wij zelf zijn gewoon een gevaarlijke outsider. Ja, dat is leuk. Dus als je een goede dag hebt, pak je goud. Dan moet je een hele goede dag hebben, maar het is absoluut mogelijk. Luister, we zitten met z'n allen voor de tv. Ja, ik probeer het volk op te... Helemaal goed. Vancouver. We hebben beelden, jongens, van Vancouver. Is dit het al of niet? Nee. We hebben beelden van Vancouver. We mochten voor op de Bob een cameraatje maken. Althans, dat is gedaan. Ik zou nou willen weten, als jullie die baan zo goed kennen... want jullie zitten natuurlijk mee met het hoofd. Is het denkbaar dat één van jullie commentaar geeft... en dat jullie eigenlijk al... hier op de stoel zitten zoals jullie straks in die bob zullen zitten. Gewoon om ons een indruk te geven. Dan val jij af. Zouden jullie het kunnen? Ja, ik weet niet. We hebben wel afdaling gemaakt. Maar hij is er wel veel geweest. Want er zit een ontzettende linker bocht in. 50% van de bobs vliegt eruit. 50-50 corner heet dat. De 50-50 corner. Zo is hij al genoemd. Linker soep. Dat is de bijnaam van de bocht, ja. En inderdaad. In de trainingsweken ging ongeveer de helft van de sleeën gingen er onderuit. En hoe hard gaat dat? Daar in de 50-50 corner gaat het richting de 145 km per uur. En de topsnelheid op de baan ligt boven de 150. Dus het probleem van de baan zit er hem eigenlijk in. Dat je met 140, 145 km per uur op een soort van labyrint afkomt. En dat gaat verschrikkelijk snel. En dat is bijna niet te reageren. Laten we het proberen. Jullie lopen hier aan. Ja. Jij geeft commentaar. En jullie bewegen. Doe even kijken wat lukt, jongens. Kijk, jullie je loopt nu nog mee. En dan zit je erin en dan ben je aan het... Nee, wat wij starten gewoon tegen.
We geven nog commando's. Ja? Iemand zegt klaar. Ik zeg oké. Okay, en dan gaan we de baan in. Oké. Okay. Dit is nog rennen. Lang stuk, dus je kan pijl lopen hier. Dat is gunstig. Ja? Voor ons. Ja, hier stappen we de waarde gewoon in. Je zet het erin. Hier zitten jullie nu allemaal in. Dit voelen we al niet meer. Dus nu dan mag je mijn taak. Ja? Bocht 1. Snel draaien. Slee laten gaan. Bocht 2. Mag die mooi een beetje over de hoogte. Licht uitsturen. Probeer een beetje midden rechts in 3 te komen. Erin draaien. Laten lopen. Uiteindelijk de truc natuurlijk van de slee is om zoveel mogelijk te laten gaan. Ja. Dus zo weinig mogelijk te sturen. Was die 50-50 bocht? Ja, die duurt nog even. Die zat verder beneden in de baan. Dat gaat wel beneden. Dus dit is inmiddels dit is bocht 6. Appeltje eitje dit? Dan gaan we naar bocht 7 toe. Ah, het begint al wat sneller te worden. Nou, het begint interessant te worden. Zij zien nog steeds niks, hè? Jongens gaan wat verder wegkruipen in de slee inmiddels. Dan gaan we verder. Hup, volgende bocht naar links. En hier begint het interessant te worden. Dit is een langere bocht. Hij gaat in het midden een beetje zakken. Aan het einde komt hij omhoog. Nu bocht 12. Een sterke stuurbeweging. En dit is bocht 13. Waar hij dus 50-50 uit kan komen. Ja. Nu ziet het er allemaal heel goed uit. Met de spoelbob. Hij komt erdoor. Maar dat is dus inderdaad gewoon een hele listige bocht. De hoge snelheid gecombineerd met het labyrint. Jullie kunnen dromen, hè? Ik ben blij het te zien, jongens. Want dit geeft meer kans op succes. Dit is natuurlijk, het is spierkracht. En nogmaals, we gaan verder geen plagerij. En het is techniek. En we zagen beelden, ik wist niet wat ik zag vanmiddag bij de repetitie. We zien dan aan een van de universiteiten dat dingen zijn dat het is getest op aerodynamica. Ja, in de windtunnel. In een windtunnel. Laten we even kijken wat er allemaal bij komt kijken, jongens, voordat jullie daar aan de start verschijnen. Zonder dit soort. Ja, het is pure wetenschap eigenlijk. Ja, want hoeveel gedeelte hiervan, of hoeveel, dat is geen Nederlands, maar welk gedeelte is techniek en wat is sport? Nou, er wordt altijd gezegd, je kunt het grofweg door 3 delen. Ja. Maar ik heb zelf het idee dat de startmateriaal dat toch wel heel bepalend zijn. Dat de start eigenlijk over 50% meetelt en de andere beide over 25%. Want je zal uiteindelijk op de Spelen zien dat degene die het snelst starten ook de meeste kans hebben om gewoon bij de top 3 te eindigen. Dat is de snelheid die je meegeeft aan de slee. Dus daarmee ga je de baan in en daarmee bouw je verder. Dus dat, die start is eigenlijk heel belangrijk. En de volgorde der dingen. Jij gaat als eerste zitten. Dan ga jij zitten volgens mij. Als tweede. Normaal zeker op 3. Maar Nou ja, goed. waarom op 2 en waarom niet de laatste? Waarom is hij de nummer 2? Hij zit normaal dus op 3. Over het algemeen zitten de grotere, zwaardere, sterke mannen zitten voor in de slee. Ja. En naarmate je verder naar achteren gaat, komen we dichter uit bij de snellere mannen en de wat lichtere mannen. Omdat jij eerder moe bent natuurlijk bij die sprint. Ja, moe. Tim is gewoon, heeft heel veel snelheid in de benen. En Arno ook. Dus die kunnen langer met die slee meelopen. En ik ben wat sterker. Dus ik ben vooral op de side push. Dus wij moeten die slee in beweging. In kortere tijd moeten hun... En is er ook nog iets als je in een roeiboot zit, heb je altijd iemand die even pept, hè? Die praat. Praten jullie tegen elkaar? Voor de start van tevoren wel natuurlijk om elkaar te peppen. Voor de start wel, Maar in die minuut niet. In die minuut dat we in de slede moeten. Hij moet daar zo relaxed mogelijk blijven. En dan moeten wij gewoon... Dat is echt raar van bobslee. Je moet helemaal oppeppen voor de start. En daarna moet het juist eigenlijk, vooral Edwin, die moet helemaal rustig zijn om die slee... Rustig naar beneden sturen, voor zover je van rustig kunt spreken. Die overgang van heel agressief in één keer naar zitten en heel rustig sturen en ontspannen. Ja, hij. Wij maar het is toch een bizarre minuut voor jullie. Je pept jezelf op, je duikt daar in het vooronder. Ja, je zit naar elkaars rug te kijken en je bidt dat het goed gaat. Ja, je slaat het gaat. En dan krijg je straks een gouden medaille en dan ben je dan topsporter, jongens, als je op nummer 3 zit. Waarom niet? Even plagen. Ja, natuurlijk ben je dan topsporter. Zoals we net al zei, een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Ja. De start, zoals Ed van aangaf, is heel belangrijk. Ja. Dus ik doe meer dan bij de sprint. Ik zal het gewoon om 100ste gaan. En als je aan 100ste verliest aan de start, dan is 300ste beneden. Dat is het verschil tussen brons en goud en zilver. Dus jongens, even dromen. Goud voor Nederland in de viermansbob. Ik denk, gaan we door de grachten? Hoe gaan we het vieren? Want dit is natuurlijk krankzinnig. Nederland is gek op wintersport. En dan pakken we dat bobsleeën erbij, zeg. Ja, dat zou mooi zijn. Moet niet gek worden. Op het museumplein? Ja, het zou heel mooi zijn. Open rijtuig, jongens, wat zien jullie zelf? Een open bob. Een open bob? Ja, open bob. De bob door de stad? Als de grachten allemaal dicht zitten, dan gaan we met een koets en met paarden voor. Weet jullie al hoe laat jullie moeten? Hoe laat moeten, want wij moeten, het zijn rare tijden, hè? Vancouver, moet het vaak worden. Ja, s'avonds is het. Nou, wij zitten voor Nederland relatief gunstige tijden. De wedstrijden zijn tegen 10, 11 uur s'avonds. Oh, lekker. Dus mooi primetime. In het weekend ook nog eens een keer. Oh, man. Want het schijnt ook van alle wedstrijden tijdens de Spelen dat de viermanswedstrijd een van de best bekeken is van de gehele winter. Te spelen. Dus, zit de wereldsterren op de tafel. Ja. Jongens, dank dat jullie waren. Ongelooflijk veel succes straks in Vancouver. Dank je wel.